kutduif. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren minder vaak anticonceptie gebruiken. Dat zou kunnen komen door onder andere de TikTok-trends. Elke dag een pilletje als ik maar 4 dagen kans heb om zwanger te raken. En toen ben ik dit eens gaan proberen. En dat is inmiddels al meer dan 2 jaar geleden en ik ben nog nooit zwanger geraakt. En ze zeggen dat ze elkaar meer vertrouwen. Ik ben benieuwd wat Haarlem hiervan vindt. Kijk, een beetje hebben we die TikTok-trends meegekregen? Ja, dat iedereen gaat stoppen en zo ermee en dat niemand meer aan de pil zit. Mm-hmm. Ja, wat vind je ervan? Dom. Want over het algemeen is het dus, schijnt het zo te zijn dat veel jongeren geen condoom meer gebruiken. Wat moet ik daarvan zeggen? Ja, wat vind je ervan dat mensen dat niet meer doen? Ja, maar het standaard antwoord is dat het onverstandig is. Ben je single? Ja. Ja? Ja. Allang? 1,5 jaar, 2 jaar nu. Ja. En heb je dan een beetje zo hier en daar een scharreltje of zo? Of hoe, Ja, precies dat is. Ja. En doe je het dan ook altijd veilig? Meestal wel. Jij doet het ook altijd veilig? Nou, nee, niet altijd. Want ze zeggen dus nu ook dat veel jongeren ook het niet meer veilig doen. Nee, ja, dat heb ik gehoord. Ja, ja. Ja, ja, ja. En wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik wel heel erg onverantwoordelijk wat je doet. Hè? Wat heb je besteld? Een broodje. Met? Kaas. Kijk, dat is kaas. En naast dat je de pil gebruikt, doe je het dan ook nog veilig met een man? In mijn vaste relatie niet, nee. Ja, op zich wel. Zeg maar, als je alleen maar met 1 persoon gaat, dan ben je er wel wat zekerder van dat het gewoon goed zit. In plaats van dat je met veel verschillende gaat. Maar je weet natuurlijk nooit zeker of die andere partner dat ook doet. Ja, ik kan wel afspraken maken. Hey, yo, broer. Broer. Yo, heb jij een vriendinnetje? Nee. Nee? En jij? Hey, op deze moment ik wil geen vriendin, ik wil gewoon single blijven. Daarom focus op mijn dik. Ja. En daarna hebben ze net wel. Heb je ook wel eens intimiteit met vrouwen? Ja. En doe je dat dan ook altijd veilig? Tuurlijk. Je wil niet op deze leeftijd al een kind hebben. Nee. Dat is niet slim. Doe jij het dan ook altijd veilig? Ja, dat wel. Ja? Ja, serieus. Ja, ga niet, ja. Heb je al een SOA gehad? Nee, nooit. Heb je al een SOA gehad? Nee. Of tenminste. Weet je niet. Niet dat je weet. En jij? Nee, nog nooit. Doe je het altijd veilig als je met iemand naar bed gaat? Nee. Meestal. Meestal. Maar niet altijd. Verleden ook wel eens een keer een SOA-tje gehad of zo? Nee. Nooit. Nee. Dat, ja, was... Heel goed. Ja. Heb je wel eens een SOA gehad? Ja. Herpes. Dat valt volgens mij onder een SOA, ja. Ja. Wat sta jij hier stoer te zijn? Niks. Ben je single? Ja. Ja? Ja. Meisjes gewoon problemen, man. Oh, meisjes zijn problemen? Ja, altijd. Maar meisjes kost geld, man. Meisjes kost kankervroeg geld. Ja? Ja, man. Moet gewoon alleen blijven. Alleen is beter. Ben je single? Nee. Nee? Nee. Ben je al lang samen? Ongeveer 1,5 jaar nu. Oké. Okay. Ja. En daarvoor? Was ik wel single. Ja. Ja, logisch. Ja. Mission failed. We'll go next time. Wat vinden jullie van seks met een condoom? Het heeft wat minder gevoel, vind ik zelf. Maar het is geen probleem of zo. Nooit meegemaakt dat je dacht van nou, ik ga echt niet die condoom eromheen doen. Daar heb ik geen zin in. Wauw, nee. Of daar wil ik geen uitspraken over doen. Tenminste. En nu zit je niet met de pil? Nee. Nee, nu doe ik dat, iets dat heet Natural Cycles. Dus ik meet elke ochtend mijn temperatuur. En aan de hand daarvan kun je zien in welke fase van... van je cyclus je bent. Hoe kom je hierbij? Een vriendinnetje van mij deed dat. En die zei van ja, het stop. Ja, heb je wel eens meegemaakt dat een dame zei, ik zit niet aan anticonceptie, maar ik meet mijn temperatuur? Nee. En op die manier weet ik wanneer ik ongesteld ben en wanneer niet? Nee, temperatuur niet. We gaan gewoon natuurlijk de dagen tellen, zodat we precies weten wanneer je wel vruchtbaar bent en wanneer niet. Ik heb 4 kinderen, dus ik kan wel weten wanneer je vruchtbaar bent. Je weet het. Is het echt zo? Werkt dit? Voor mij werkt het goed, ja. Dan heb je rode en groene dagen. En op de rode dagen doen we gewoon condoom. En doen we het veilig. En op de groene dagen kan je gewoon seks hebben. Ik doe het nu 1,5 jaar. Niks. En we gewoon helemaal prima. Ja. Heb je nog een boodschap voor de jongeren? Koop condooms. Je kan ze gewoon online bestellen, anoniem als je wilt. Het is wel duur, hè? Valt wel mee. Een kindverzorger is duurder, toch? Luister naar deze man. Hij heeft 4 kinderen. Ja.